Ik vind het zo mooi, hè? Echt geweldig. Nou, ik zou zeggen tot later. Deze. Die, dat is gekruid en al. Dat is die. Even gooien. Lekker. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is 12:20. Ik ben nog geruime tijd eruit, want ik heb mijn broodje al op. Ik heb wel koffie nog staan. Althans, dat ik beneden kwam, ik heb Rebecca gebeld. Ik ben eruit. Kom vanmiddag pas. Oké. Ze had iets belangrijks vergeten. Tegen mij te melden dat ze nog een belangrijk iets van tevoren had. Ik ben met Rijka al uit geweest. Ik heb gegeten, de diertjes hebben gegeten. Ik heb even mijn koffie nog staan, ga ik zo meteen nuttigen. Ook Astrid die komt natuurlijk vanmiddag, dus ik heb vanmiddag niet veel tijd om te vloggen. Nee, helaas pindakaas. Ik kan er ook niks aan doen. Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk te filmen en te doen. En de dieren in de gaten te houden, zoals deze kleine meid. Hé? Jo? Of niet dan? Jo? Nou, en op de bank zit er eentje dreigen te wassen. Kandel of die is boven. En dat terwijl de droger draait. Dat is een wonder. Maar ja, hij had eten in de gang. En ja, als hij genoeg hebt, dan gaat hij naar boven toe. Maar de droger draait. En daar is hij 9 van de 10 keer een beetje huiverig van. Nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb net zijn bakje weggepakt daar. En hij kwam niet naar beneden. Normaal komt hij dan wel weer naar beneden. Maar ook niet. Nou ja, dan niet. Nee. Als hij boven blijft, blijft hij maar boven. Simpel. Ik ga de vaatwas eruit ruimen. Ik ga eieren opzetten voor vanavond. De eieren moeten toch koud zijn. Voor de sla. En het vlees is klaar. We gaan sla eten, zei ik dus al. En ja, ik kan er veel dingen bij doen. En dat is eventjes... even nadenken van wat wil ik pakken, weet je, uit die vriezer. Ja, van die aardappelpartjes, die kun je dan bakken. Nou ja, die kun ik in de oven doen, weet je. Dat komt wel goed. Maar, het is prachtig mooi weer. En ik vind zelf de wind bar en bar koud. Ik had een hele zere keer van de kou. Ik denk, nou... Ik had daar wel een sjaal om mogen hebben. Ik had wel eens die driehoeksjaal onder mijn jas. En dan trek je die jas al omhoog. Maar die gaat iedere keer die rit een stukje van me naar beneden. Dus ja, dan krijg je toch een koude kin. En bah, het was een ijzige wind, vond ik. Maar wie ben ik? Astrid, je kan wel weer wat anders zeggen. Oh, val wel mee. Ja, nee, om die keer vindt ze het wel meevallen. Is het een beetje vries? Nou ja, ik vind het van niet. Ik vind het koud, ja. Maar ja, in ieder geval, het zonnetje schijnt en dat is fijn. De hemel is, tenminste de lucht is blauw. En ze vertellen dat het zondag slecht weer wordt, hè? Harde storm. En die storm die komt weinig voor en weet ik veel wat. Aan de kust hier ook schijnt het heel erg te worden. Nou ja, windkracht 10. We hebben het erg gehad aan windkracht 10. Of 11 of 12. Waar hebben ze het over? Ze moeten niet zeuren. Kijk, het zal voor mij wel moeilijk zijn met lopen, want je komt er niet tegenin, zowat. Ik ken die kracht bijna nog niet. En of ik die kracht ooit terugkrijg, weet ik niet. Maar ja, op de scootmobiel, ja, dan vlieg je overal heen. Maar ja, die kleine meid moet toch ook uit. Hé, Rijka? Ja, nou, ja. Moppie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik ga aan de gang hier al en mijn koffie drinken. Ik zal Rijka even met haar speelgoed helpen. Ze kent in principe zelf, maar ze haalt het niet op om op de bank te krijgen. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot
weet ik veel wanneer. Vandaag in ieder geval kom ik wel weer, maar hoe, wat, wanneer, ik niet weten. Nee. Ik vind het zo mooi, hè. Echt geweldig. Nou, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben er klaar voor. Ik heb de sla heb ik er nog niet doorheen, maar de ingrediënten heb ik allemaal al door elkaar heen. Ook al eieren doorheen. En saus heb ik er al doorheen. Dat bakje met fruit op de kiwi nou, want dat lust ik niet, heb ik er doorheen. En er waren een aantal blokken, dat moest ik nog een keertje doorsnijden, dat was veel te groot. De jeetje Maria. En dat heb ik dus klaar. Nou, vlees had ik al. Ik hoef verder nog niks te doen qua eten, want de rest moet in de oven. Wat we ook gaan eten, het moet in de oven. En ik denk, deze. Die, dat is gekruid en al. Dat je die in de oven gooien. Lekker. Althans, ik hoop dat het in de oven kan. Zie ik straks wel. En dan pak ik patat. Ja, ook net zo makkelijk. En dat moet ik ook nog hebben. Deze. Ja, dat heb ik ook nog. En dan heb ik het gelijk over. Voorgekookt. Ja, die is voorgekookt. Het kan toch gebakken worden, jongens. Doe je toch anders ook wel. Koekenpanje, zie je. Kan in de koekenpan. Nou, je zult het beleven. Kan in de koekenpan, maar dan kan het volgens mij ook in de oven. Denk ik hoor, ik weet het niet. Zullen het beleven. Maar in ieder geval, Rijker die staat daar weer, maar die heb ik ook even onder handen genomen. Want dat beestje dat jeukt in me zo. En ze komt tussen de andere honden. Kandel die neemt het mee naar binnen. We nemen het zelf mee naar binnen. Dus ik heb een stuk of 7, 8 vlooi bij de weg weten te halen. Dus die is er weer kwijt, die meereizigers. Ja, ik noem het meereizigers of haar medehuisdiertjes. Ja. Hè? Maar ik heb er helemaal gekampt. Ik heb die vlooi verzopen in heet water met afwasmiddel. En ik heb er nog na die tijd even met een zachte borstel gedaan. Dat vindt ze wel lekker. Kammen vindt ze niet fijn. Maar ja, welke hond vindt het wel fijn, hè? Met een scherpe kam over je huid ook heen te gaan. Vind je zelf ook niet fijn, hè? Nee, ik niet tenminste. Maar oké, okay, ja, ze staat weer aan het uitkijken voor wat, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Ik zit te wachten nog steeds op Astrid, maar ook op Rebecca, want die is ook nog niet geweest. Nee, hoe laat die komt? Joost mag het weten. Maar ik ken Joost niet. Ja, ik heb vroeger Joost gekend, maar dat was nogal een leuke pukkie. En na die tijd, hun zijn vrouw, zij zijn vrouw, dat is uit elkaar gegroeid. Dus ja, dat was de enige Joost. Dus ken ik geen Joost, dus ja, weet jij een Joost? Dan moet je het aan hem vragen. Hé, Rebecca, hoi meisje. Zie je allemaal? Woefie. Maar oké, Ewen die ligt rustig lekker op de bank. Die ligt ook in afwachting van, lijkt het wel. Kandel is nog steeds boven. Hij komt niet beneden. Ik weet niet. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. En het is gewoon afwachten. Wanneer wie het eerste die poortdeur doorkomt. Ja, weg hoef ik niet. Nee. Nee, dat doe ik nooit als Astrid komt. Ja, met Rijka uitgaan nu dat ik Rijka heb. Maar dat is dan al. Oh.
Hé? Ja, nou, dan gaan ze buiten maar een peukie doen als de deur aan de buitenkant op slot is. Ik hoor wel van alles. Zware motor van een vrachtwagenmotor. Hoor ik. Maar ja, ik zie niks. Het zal wel aan die kant wezen. Achter de dichte muur. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is, we zien, 17:47. Het eten is op, al lang, tenminste lang al een dik half uur ongeveer, zoiets. Ja, half uur, 20 minuten. Niet langer hoor, niet langer dan een half uur, nee. 20 minuten tot een half uur. Astrid, die had de bord in de week gezet, afgespoeld. En ik beloofde al naar Rijka, we gaan zo ook lopen. Ik denk, nou, weet je, ik moest nog naar het toilet toe. Ik denk, ze wacht wel totdat ik ook mijn jas heb en dat ik Rijka aangelijnd heb. Maar nee, ze vloog al weg. Vind ik niet leuk, weet je. Blijf. En ja, help even verder die tafel afruimen. En waarom zo belangrijk om gelijk meteen maar op te staan? Ik vind dat niet netjes, ik vind dat niet fijn. Nee. Maar ja, wie ben ik? En ik was niet de enige die dat niet fijn vindt. Nee, ik sta daar niet alleen in. Want je behoort het niet te doen. Als jij ergens eet, dan behoor je sowieso langer te blijven. Niet gelijk na het eten je bord in de week en jas aan en weggaan. Tenminste, ze draaide eerst een checkie, want ze rookt. Ik denk, nou, die gaat buiten even een checkie doen, weet je, dat kan toch? Ja, nou, dat mag. Maar nee, ze ging gelijk weg. Nou, ik vind dat niet leuk, nee. Gewoon gezellig nog even blijven, al is maar een half uurtje na tafelen, maar nee. Nou ja, en toen kreeg ik... Rebecca die is natuurlijk geweest, nou daar was ik even mee aan het appen. Toen ging de telefoon, de huistelefoon, dat was Karen en Roderick. Net weer opgehangen, dat ik denk, nou dan ga ik eerst even de camera pakken en even jullie weer eventjes een hele fijne avond toewensen. Ja, dat komt natuurlijk straks nog wel weer terug, want ik ga nou zo meteen eerst zelf naar het toilet toe. Dan pak ik gelijk mijn jas en de tuigboel voor mezelf en bij Rijka om. En dan ga ik met Rijka even lopen en als ik dan weer terugkom, dan zien jullie mij weer. Ja. Ik heb een grote afwas staan. Ja, dat... Even liggen, ja. Voilà. Een hele afwas. Ja, nou. Morgen vindt de vader, daar staat nog een pannetje. Die wordt er ook nog bij. Deze, speelpannetje. Hup, hup, hup. Zo. Dat, ja, de dieren die moeten straks ook nog eten krijgen. Maar dat komt ook zometeen wel. Hier kan het licht wel weer uit. Nou, niet nodig. Nee. Het is prachtig mooi weer nog. Dus ja, dat wordt zondag wat, hè. Oh, ik hou mijn hart vast. Maar het komt allemaal goed. Ze wou ook geen mandarijn, want ze had thuis bloedsinaasappelen. Ik zie je man wel een mandarijntje pakken als toetje. Nou, nee. Ik heb thuis bloedmandarijnen. Ja, en? Dan kun je toch ook een mandarijntje pakken, of niet dan? Nou, kennelijk niet. Nee, dat was hard te veel moeite. Nee, ze wou weg. Waarom? Weet niet. Andere week komt ze niet, want dan heeft ze de dochter weer, die moet ze ophalen. Maar die week is erop, over 14 dagen dus, dan is ze er weer. Nou ja, we zullen het zien, we zullen het beleven. Maar eens zal de bom barsten. En dan zeg ik er weer eens wat van. Astrid, ik vind je een hele lieve schat van de meid. Maar... Dit vind ik niet leuk, zoals jij doet. Bart in de week en ja, je helpt dan het kleed nog goed trekken. Nou, maar dat kan ik zelf ook wel, weet je. Daar heb ik geen hulp bij nodig om dat kleed fatsoenlijk weer neer te leggen en de boel erop neer te zetten.
Maar blijf even een half uurtje langer. Ja, en het is toch nog licht. Oké, ik heb dan wel licht aan, maar het is nog niet donker. Als ik zo mijn jas aan ga doen, doe ik wel dat ding al om. Want halverwege, dan gaat de lantaarnpaal staan. Oh, die zijn het overal aan. Maar het is nog steeds niet donker te noemen. Nee. Maar oké, Ewen die zeurt ook. Die moet nog maar wachten tot ik weer thuis ben. Ik ga sluiten en ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. We hebben ons blokje wel weer gehad. Ik ga Rijka weer verwennen. Ik ga dat weer hier in doen. Met die bakjes eroverheen. Dus in ieder bakje komt er twee. Dus ja. Ze heeft het wel weer verdiend, vind ik. Want ze doet het super goed buiten. En ik heb alleen nog ontzettende rugpijn gekregen. Dus ik neem zo meteen even ook een pijnstiller in en ik neem een bakje koffie. En dan even time-out. En ik zal vanavond ook proberen haar zover te weer training te geven dat ze bij mij komt wanneer ik dat wil. Ja, nou ik neem jullie even mee, want ik heb hem klaar en ik zet hem in de ruimte neer. Kom maar. Ja, kom maar. Oh ja, dat lust jij wel, hè? Kom maar. Kom dan. 1, 2. Oh, gaat die ene weer op? Oh, 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 nee, nee, dat is niet eerlijk. Nee, nee, nee. Zo. Goed zo. Grote meid. Ja, die gaat niet helemaal open, hè? Dan moet Roderick eens naar kieken. Wat hij daar aan kan doen. Misschien wel niks, maar ja, je krijgt het er toch uit. Groot meisje hoor, wat verdik je nog gaan doen. Wat die neus allemaal al niet kan, hè. Ja, nog eentje, ja, die ja. Daar zit nog één, ja. Hoe doen we dat nou? Hoe moet dat nou? Ja, 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 doe maar. Ah, moet wel lopen. Hij moet wel lopen. Ja. Hoe gaat het ook weer? Ja, doe maar. Maak me open. Goed zo. Zie je dat ze kan? Ja, ze kan het. Hé, grote meid. Ja, ze kan het helemaal. Hé, hey, Rijka. Hallo. Morgen gaan we weer kammen. Ja, hè? Ja, morgen gaan we weer kammen. Iedere dag. Hé? Ja, en dan bel ik maandag even de dierenarts op. En dan ga ik toch vragen, wat doen we daaraan? Dat beestje blijft mijn jeuken, klauwen bij te doen. En ik haal steeds Chloe bij de weg. En ze is pas behandeld, ja. November. Nou, december, januari. Is eigenlijk anderhalf maand moeten. Ik weet niet om hoeveel tijd ze dan een pipetje moet hebben met het antiflooientroep. Ik weet het niet. Maar het helpt haar ook niet eens. Niet dat die pipetjes die je in die nek moet doen, waardoor de huid dan wordt opgenomen. Ze hebben nog steeds vlooien. Ja, nou, ik snap er niks van. Oké, ieder dier schijnt vlooien te hebben. Je hebt ook zandvlooien. Nou, die neem je ook mee naar binnen. Ja. Dus ja, ernstig is het niet. Maar leuk is anders. Ja, en vooral voor het beest. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Ik zet hem over op 10 en dan heb ik mijn serie. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, goedemorgen lieve vrienden. Goedenacht. Het is maar hoe je het bekijken wilt. Het is 3:08 op zaterdagochtend, de 8e februari. Waarom ben ik nog zo laat op? Ben je nou? Ja, dat zijn jullie eigenlijk ook wel gewend. Maar het is nu eigenlijk onkandel.
had hem aan het begin van de vrijdagavond buiten gelaten. Alweer terugkwam, geen krant af. Op een gegeven moment wou Rijka even buiten spelen in de tuin, nou, dat waar ik toe. In ene piepte ze, dus ik denk, nou, die wil weer naar binnen. Maar toen kwam ook Kandalf, die dook toen onder de picknicktafel. Maar hij liep mank. Ik dacht, oh shit. Wat nou weer, wat heb ik mijn beestje? Dus ik rijd naar binnen, ik mijn stok pakken, ik wil naar buiten. Vliegt hij met zijn manke poot weer over die schutting. Nou, terugkomen? Nee. Ben ik wezen zoeken met mijn zaklamp van mijn mobiel. Denk, misschien zit hij in die struiken naast mijn huis. Niks. Komt hij doodleuk onder een auto vandaan van het parkeerterrein. Nou, denk ik ook. Ik kom eens, ik kom een beetje door mijn knie, een klein beetje wat ik dan kan. En kwam die wel een beetje op map, maar hij liep normaal. Ik dacht, oh, dan markeert er ook niks meer aan. Dan heeft hij zich verstapt of wat dan ook, ik weet het niet. Maar in ieder geval, toen ben ik later, na een en al, ben ik met Rijka wezen wandelen. Wie zit er eigenlijk in principe achter de poort te wachten? Meneer Kandalf. Die is het hele blok weer mee om geweest. Oké. Komen thuis, bedenk je dat hij meer binnen wil komen? Nee. En dat ben ik al. Hij is gewoon gekker, verstoord. Hij is nou nog niet binnen, maar ik ga naar bed. Ik ga de boel afsluiten, bekijk het maar. Ik heb lang genoeg zitten te wachten totdat hij eigenlijk hopelijk binnen zou komen. Maar hij komt niet. Nou ja, daar kan ik er ook niks aan doen. Nee. Hè? Nee, hè, meisje. Nee. Eeuwin. Ja, we gaan een bedje toe, schat. Hè? We gaan een bedje toe. Ja, we gaan een bedje toe. Hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij? Kom je erbij? Hè, mijn prinsesje? Ja, is mijn prinsesje. De tengerste van allemaal, zo is haar figuur. En ze is de oudste, maar ze kan haar eigen gedragen als een prinsesje. Ook de ene voorpootje, die rechter voorpootje, 9 of 10 keer houdt hem even omhoog. Hé, ja nou. Maar ja, ze heet ook Eowyn. En als je wilt weten hoe je dat schrijven moet, het is een E met een streepje erboven, de O, de W, Y en de N. Naar de prinses Eowyn uit de Lord of the Rings. Hé? Ja. We gaan naar boven toe. Ja. Rijka ligt op de bank te slapen. Die hoort me niet eens. Die kopje gaat niet omhoog. Van waar hebben jullie het over? Niks, niks. Maar oké, lieve vrienden. Ik hoop dat ik morgen toch, ondanks alles, een beetje op tijd op kan staan. Maar hou me ten goede. Ik weet het niet. Ik durf geen eten op vast te leggen. Nee, maar als ik de keuken ook zie, het is een grote afwas, tenminste wat heet. De afwasmachine die staat er klaar voor. Maar wij gaan een beetje, voordat ik slaap, dan gaat het nog wel een half uur tot een uur eroverheen. Ja, en het is nu 3:12. Dus wordt het zo'n beetje tegen 4:30 voordat ik eindelijk kan slapen. Ja. Maar oké, maakt de pret niet uit. Nee. Ik ga de boel sluiten, gordijnen dicht, deur op slot, klaar. Poort is op slot, dus niemand kan in de tuin komen. Mits ze gaan klimmen, dat mag niet, dat is strafbaar. Ja. Hè? Ze mogen niet over Fruitje de poort heen klimmen. Nee. Nee. Nou, ze zeggen wel trusten, ook namens Rijka, namens Kandel die buiten is en namens Eowyn die op het schoot zit. Welterusten, slaap lekker, met mooie droom en gezond uit je bed zien te komen. Doei!